Hey, leuk dat je kijkt. Even een heel andere soort setting dan je normaal van me gewend bent. En dat is omdat ik mezelf op dit moment even wil dwingen om een video eruit te krijgen die, niet die perfect is. En niet eentje die misschien super goed is. Maar wel eentje die mijn afspraken laat nakomen. En waardoor ik meer zelfvertrouwen ook krijg in mezelf, doordat ik mijn afspraken met mezelf nakom. Het zit namelijk zo. Ik ga je heel even meenemen in hoe mijn situatie is rondom het online knallen van eigenlijk de nieuwste video. Ik kom niet door de edit heen. Ik kom niet door de edit heen, want het is gewoon een te saaie video. Het is een hele taaie video waar ik dus zelf al met veel moeite doorheen moet om het te editen. Dus dat gaat sowieso betekenen dat jullie het helemaal geen leuke video gaan vinden. De grap is ook dat ik deze video heb opgenomen toen ik in mijn luteolfeest zat. Echt net een paar dagen voordat ik mijn menstruatie zou beginnen. En ik zal even wat clips hier eroverheen gooien. Je ziet ook echt dat het er niet uitkomt. Dat ik hartstikke moe ben. Dat ik hier zit te praten een beetje zonder extra energie en puff. En ja, ook nu deze video is een beetje random, maar wel rauw en echt. En ik wil ook dat het daarin misschien jouw motivatie is om het gewoon te doen. Om het te doen, om het niet perfect te willen maken en gewoon iets online te zetten. En ja, de oefening te krijgen en de afspraak met jezelf na te komen. Ik heb namelijk eerder deze week een Reels online gepost waarin ik het heb over een quick tip voor als je meer zelfvertrouwen wilt hebben. En die quick tip is dat je afspraken die je maakt met jezelf moet nakomen. Dit is echt een van de practices om meer zelfvertrouwen te krijgen. Je krijgt niet zomaar zelfvertrouwen. Je krijgt zelfvertrouwen door iets te doen, door actie te nemen en ja, ook aan jezelf te kunnen laten weten dat you show up for yourself. Weet je, we hebben vaak accountability partners nodig en daar is ook natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar ik weet zeker dat jij ook een keer een afspraak met jezelf hebt gemaakt van oké, ik ga deze ochtend vroeg opstaan en dan ga ik echt een keer een meditatie doen. En dan vervolgens, wanneer het moment daar is, dan doe je het niet en dan schuif je het weer voor je uit. Of je doet het de eerste week enthousiast en dan schuif je het weer voor je uit. Of je bent te lief naar jezelf en zegt, nou ja, nu even niet, misschien een volgende keer. Maar wanneer je dit doet, kom je geen afspraak met jezelf na. En dan vervolgens verval je weer in dat stukje van dat je baalt van jezelf. Dat je eigenlijk, ja, weer denkt, waarom heb ik het nou weer niet gedaan? En dan vervolgens, dan kap je er ook weer mee. Voor mij is deze hele YouTube journey ook echt een stretch. Ik heb een afspraak met mezelf gemaakt dat ik iedere week die video's voor jullie wil maken. En niet eens voor jullie, maar eigenlijk ook heel erg voor mezelf. Ik wil mezelf kunnen laten zien dat ik committed ben. En ik geniet heel erg van het maken van deze video's. Dat betekent dat ze ook gewoon gemaakt moeten worden. En er is één week geweest waarin ik het niet heb gepost, omdat ik niet ver genoeg vooruit had gewerkt. En dan in die week, dan gebeurt er van alles. Dus dat zijn natuurlijk alle excuses die ik dan weer heb. En toen heb ik geen video's online gepost. En ik had toen kunnen denken van, oké, laat maar zitten, het heeft geen zin. Maar dat is niet de afspraak die ik met mezelf heb gemaakt. Ik wil deze video's maken. Ook omdat ik weet dat I'll suck in the beginning. En ik moet de reps erin krijgen. Ik moet het kunnen oefenen. Alleen maar door te doen word ik beter. En dit is het al helemaal met YouTube. Je moet aan publiek oefenen met het maken van video's. En ik heb de laatste week ook superveel gesprekken met verschillende mensen. Zoveel mensen zeggen dat ze heel graag iets willen delen en hun verhaal willen delen of hun boodschap willen delen. En zoveel mensen doen het niet. En ik hoop dat deze video, ook op deze manier hoe ik het maak met mijn tv-screener, screensaver, die steeds wisselt van kleur en daarom dus ook ik. Het hoeft niet perfect. Just get your message out there. Want we maken het onszelf soms ook zo moeilijk omdat we onszelf zo belangrijk maken. But honestly, ook als ik naar mijn YouTube-kanaal nu kijk, ik heb letterlijk iedere keer onder de 100 weergaven. Een enkele video is nog maar boven de 100. Nobody cares, weet je. Niemand
kijk mijn video's nog. En that's okay. Ik moet gewoon blijven oefenen en in het ritme komen van het maken van video's. En gelukkig vind ik dat heel erg leuk. En gelukkig haal ik daar de voldoening uit. En ben ik niet te gelinkt aan de outcome, aan de views of aan de abonnees. Ik geniet van het proces, want ik word hier beter van. Want ik leer en ik groei en ik doe zelfvertrouwen opbouwen doordat ik nu afspraken met mezelf nakom. En het is ook best wel grappig, want toen ik ging zitten nu voor deze video om het op te nemen, dacht ik dat ik het over een ander onderwerp ging hebben. En nu komt dit eruit, dus I love it. Echt helemaal top. Oké, daar hou ik het bij. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Als je dit een leuke video vond, support het door een duimpje omhoog te geven. Vergeet niet te abonneren. En dan ben ik je heel erg dankbaar. Tot bij de volgende. Doei doei!